Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt nog een band met wat dikkere bewolking van noordwest naar zuidoost over het land. Die wolken lossen langzaam op. Het blijft op de meeste plaatsen droog en geleidelijk breekt de zon op meer plaatsen door. In het noordoosten kan wat laaghangende bewolking voorkomen die misschien wel hardnekkig blijft. Want ook vanmiddag zien we daar nog vrij veel wolken. In de rest van het land af en toe de zon erbij en temperaturen tussen de 4 en 7 graden. De wind is overwegend matig uit het oosten. In de ochtenduren kan het nog even vrij krachtig waaien in open gebieden en vlak bij zee. Dan gaan we naar de avond. Dan hebben we redelijk rustig weer. Een matige oostenwind, wolkenvelden, temperaturen dalen langzaam in de nacht. Kan het kwik tot dicht bij het vriespunt zakken? En morgen overdag loopt de temperatuur dan op naar 3 tot 7 graden. In eerste instantie wolkenvelden in het noorden. Later ook daar wat zon. In het zuiden breekt de zon al eerder door. De wind is matig uit het oosten. Het blijft wat dat betreft redelijk kalm weer. De wind neemt vrijdag nog wat verder af. Dan is de wind hoofd overwegend zwak. Met 5 tot 9 graden lopen de temperaturen wat op. En er is een mix van wolkenvelden en wat zonneschijn. In het weekend neemt de kans op neerslag duidelijk toe. Temperaturen van een graad of 6 gemiddeld. De wind blijft aanhoudend in de oosthoek. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl